Ja, hallo lieve vrienden. Ja, ik heb mijn haar weer even bijgetipt. Dus dat moet een uur erin blijven. Dan kan ik het wassen gaan. En ja, waarom ik zo lach, dat is om Eowyn. Ja. Hé, hey, en een meisje. Hé, hey, ja, zei maar mauw. In ieder geval, ik word de hele ochtend al als het ware doodgebeld. Doei, ik neem niet op. Nee, want dat komt uit Denemarken vandaan. Ja, hallo lieve vrienden. Ja, ik heb mijn haar weer even bijgetipt. Dus dat moet een uur erin blijven. Dan kan ik het wassen gaan. En ja, waarom ik zo lach, dat is om Eowyn, ja. Hé, hey, en een meisje. Hé, hey, ja, zei maar mauw. Mauw. Hé? Hey? Ja. Of niet dan? Hé? Hey? Ja, hé. Hey. Oh, goedje, kikkie, doosje dan. Oh, goedje. Ons prinsesje. Ja, lieve vrienden, dat het is echt. Zo, een rot weer en ik weet niet hoe ik die camera nou moet zetten, want die poten willen niet, wat ik wil, nee. Maar in ieder geval, ja, het is heel, heel barboos slecht weer, ja. Het waait hard, het regent en het spoelt steeds, je houdt het niet voor mogelijk. Maar in ieder geval, we zijn wel eventjes zien, ik moet die poten beter krijgen. Dit is gewoon niet leuk. Nee, dan gaan jullie weer. Nee, dan gaan jullie naar beneden. Zo. Nou, zo maar. Ja, zo is die beter. We leven vandaag wel op zondag 29 september. Om bijna 2:30, 2:21. Ja, ik heb niet eerder gevlogd omdat ik met andere dingen bezig was. Ik moest tussendoor ook rusten, want ik was boven bezig. Ik was aan het zoeken. Ik heb mij echt wezenloos gezocht, want ik had vorig jaar mijn Halloween spulletjes opgeruimd en niet meer weten waar. Terwijl het zo voor het oog lag en voor het grijpen lag. Weliswaar in een plastic tasje, maar het lag niet in een kast of zo, maar op een kast. Maar ik heb het gevonden. Het hangt nog achter me. Hier ook. Met een oranje spul erin. Nou, en er zitten ook spinnetjes in. En mijn opblaasbare spookje zit erin. En nou ja, ik had ik het andere ding nog niet gelaten. Oh, ik ben gewoon niet meer vervolgen waar ik... Daar. Ik zat even... Moment. Even zien, die had ik vorig jaar al. Het bloedcafé, die komt daar. Nee, Eowyn, dat is niks voor jou. Frodo, die is ook buiten rond. Hier moet het plastic nog vanaf, maar deze komt aan de tuindeur. Ik laat hem jullie zo meteen beter zien, maar Frodo wil naar binnen. En die laat ik even wel binnen, want het is rot weer. Kom. Ja, vrouwtje, kom. Kom maar gauw, man. Nou, hier staat rip op, dit is een grafsteen. Nou ja. Mijn mannetje heeft een mooie. Nee, mijn mannetje heeft niet. Mijn moedertje heeft een mooie. Ja. Die heeft een hart.
Nee, die hier haal ik het plastic dan vanaf en dan komt die bij de woonkamer, bij de tuinkant. Vind ik leuk, ja. Nou, dan heb ik die hele grote spindel gekocht immers, die komt op de booster. Nou, en ik zal van de week kijken of er nog meer is wat ik kan kopen. Ik vind het wel leuk, grappig. Ja, gewoon grappig. Eerst daar weer aan. Hoppala. Zo, wat toch te hangen. Zo, nou. En zo stuvel je een beetje door je leven heen, ja. En ik zou zeggen, geniet met mij mee van mijn leven. Hé, ja nou. Met drie lieve diertjes om me heen. Kan wel eens ook buiten. Hé, ja nou. Ja, jullie zouden naar buiten. Nee, ja. Ze moeten toch ook wat kunnen doen? Nee, jij doet dat niet. Hè. Nee, jij doet boven de kattenpakket. Ja, is dat in de douche, meisje? Ja. Ja, Ewen die komt niet naar buiten. Die is bang, ja. Met knap weer als die deur open is of van de zomer, dan komt ze buiten. Maar ze komt niet over de schutting of onder de poort of wat dan ook door. Want ze is bang voor alles wat een auto is. Ze weet niet wat het is. Terwijl ze toch vroeger, vaak genoeg, mee is geweest met pleegbroer en mij in de auto. Hadden ze, zij en haar echte broer, want ik had haar broer, van dezelfde ouders. En ik had twee verschillende nesten, dus het is wel even goed haar broer. En ik had een andere nest. Zij is een nest later geboren. Maar dus namen we altijd mee aan een kattentuigje en dan gingen we naar de dijk, et cetera. Ja, en iedereen vond het leuk en ze liepen zo lief mee. Maar dat doet ze ook niet meer. Oh, Kandel wil er ook weer in. Nou ja, dan laten we die er ook weer in. Nou neem ik jullie eventjes mee, ja. Ik neem jullie even mee. Kom dan. Ja, het is nat, hè, Bute? Ja, het is nat, hè, Bute? Ja, het is je ba, hè? Ba, nee, je komt nou niet op mijn poot met de natte van je poten. Echt niet? Moet je zien, er waren allemaal voetsporen achter. En Frodo ook al. Ja, jullie krijgen eten. Ja, jullie willen eten. Nee, ik weet het. Dus ja, even mijn klepje weer, zo. Zo, nou, dan is het donker. Hoe is dat mogelijk? Maar ja, in ieder geval, ik wens jullie een hele fijne middag toe. Ik ga lekker een bakje koffie doen. En ik ga straks weer aan het renderen. Ja, misschien wel wat te doen. Ja, sowieso renderen en naar YouTube brengen. Ja. En ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Wees jammer, maar het zonnetje. Ja, met die regen, hè. Bedoel maar, wat is dat donker, mensen? Hoe kan dat nou? Nee, zo ga ik tegen het licht in. Ja? Ja, is dat zo? Is dat zo, man? Oh, het is zo, zegt hij. Hé, ja nou. Wat een rot weer buiten, hè. Hé. Ja, wat dikkie. Er gaat nog een meneer op een fiets door dat slechte weer. Ja, is je baai. Nee, je komt niet op biscoot. Nee, je komt niet op biscoot. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaan. En tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn haar gewassen, dat zit weer, maar het is nou nog drijfnat, tenminste drijf. Handdoek droog, maar ik doe er altijd nog schuimverstevering erin. En dat is natuurlijk ook weer vochtig, dus het is wel weer natter geworden. Maar ik moet nou eerst drogen voordat ik dat fatsoenlijk kan doen. Ja, ik zweet me rot, straks die vest even uit. Maar ja, oké, maakt niet uit. Ik heb het in ieder geval weer schoon. Ik ga lekker een bakje koffie doen. Met een plakje cake erbij. Ja, hè? Ja. Vrouw zegt ook ja. Nee, ik ken die niet, hè. Nee.
Ik denk ook, je bent gek, mens. Ja. Hé? Lampenkap. Hé? Kom eens hier. Vind die af. Goed zo. Zo. Mag die even zonder. Moet hem nou niet graven. Wat hij in de tuin doet, doet hij op de bank ook. En dat wil ik niet hebben, want dan gaat die bank kapot. Ja, mag niet. Maar oké, maakt allemaal verder nou niet uit. Zolang hij het maar niet doet, vind ik het best. Maar ik zou zeggen, het is knap weer. Het is nog wel triest. Maar het zonnetje kijkt er heel huilig doorheen. Het is droog, de plassen liggen er nog wel. Het waait als een raket. Er reed een dametje, een jong vrouwtje, op de scooter voorbij, maar hebben geen helm op en het lange haar dat zat voor de ogen, dus dat iedere keer. Maar ze kijkt tevens ook hier naar binnen. Ja, hallo, let op jezelf en let op de weg, let op het verkeer wat er aan kan komen. Ja, maar oké, laat de pret niet drukken. Ik heb er net eventjes bij Wish aan het shoppen geweest. Ik had mijn mobiel wilde in ene niet, want ze hebben de boel weer veranderd. Oh, nou daar krijg ik de zenuwen van. Maar oké. Okay. Maakt ook niet uit, komt ook wel weer goed. Daar heb ik weer even hulp bij nodig, want ze zijn gewoon niet jokken gek geworden. Maar dan doe ik het gewoon weer via mijn pc. Ja hoor, kijk net zo goed. Heb ik even een paar oorbellen gekocht, ja, voor Halloween. Vind ik leuk, ja, helemaal leuk. Nou, en we hebben hier ook in een helder, ik had in een andere wijk, een feestartikelenwinkel. De Heksenketel heet dat winkeltje en daar ga ik ook van de week even naartoe kijken of ik daar iets kan scoren. Want ik wil graag een leuke jurk hebben, maar die ik ook kan dragen. Zonder dat het Halloween is of zonder een andere feestdag. Gewoon een leuke, mooie, enkel lange jurk. Ja, ik vind dat mooi. Ik ben gek op jurken. Altijd al geweest, maar ja, door die buik dat ik wat dikker ben geworden. Draag ik er meestal nou een legging eronder of een strakke stretchbroek. Ja, en daar die jurk overheen en dat het wel met elkaar matcht. Maar ja, komt ook wel goed. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Zolang het niet regent, kan het. Ze zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is vandaag alweer maandag 30 september en we leven om 4 minuten over 2. Ja, het is al laat, vroeg, het is maar wat je noemt. Maar in ieder geval, ik word de hele ochtend al als het ware doodgebeld. Doei, ik neem niet op. Nee, want het komt uit Denemarken vandaan. Met het telefoonnummer. Ja, het zijn verschillende, maar het is plus 45. Dus als jullie ook telefoon krijgen van plus 45, niet opnemen, en je weet maar nooit, geen span wezen. Dus ja, ik neem niet op. Bij mij staat er ook zo'n blauw cirkeltje met zo'n blauw streepje erdoor. Misschien is het bij jullie grijs of groen of rood, weet ik veel. Het ligt eraan wat voor mobiel je hebt. Maar in ieder geval niet opnemen. Ik heb van verschillende telefoonnummers al een telefoontje gehad. Ik schuif hem weg. Het begon vanochtend om 8 uur al. Ik had alles al gewist op eentje na. Maar ik ga het nou bewaren. Maak ik er een screenshot van en ik zet op Facebook. Ja, want ik ben er zat van. Maar oké, lieve vrienden, dat hoef ik op mij dus weer. Ik hoop niet vriend naar jullie. Ben jij klaar, man? Kap op. Goed zo, grote jongen. Ga maar door, goed zo, ook dat. Ja, dat, het is vandaag mooi weer. Ik ga zo meteen eventjes, sowieso moet ik door de stad.
Er is weliswaar niet veel te doen, maar ik moet even naar de Vibra of Zeeman toe. En ik moet naar de Deka toe. Ja, of naar de Volmarkt. Maakt niet uit. Gewoon maar even het open. Ik denk dat ik maar even naar de Volmarkt ga. Ja! Nee, Deka. Ja, ik ga wel even naar Deka. Zo dichterbij ben ik ook wat eerder terug. Hé, hey, ja, nou, ja. Hé, hey, wat voor dikkie zo aan niche. Ze moesten net zo niche, onze prinsesje Eowyn. Ja. Dat, maar oké, dat is ook weer gedaan, hè? Ook weer gebeurd, ja. Nou, toch gaat het al een aardig en beter, enkel ja, omdat ik hem ook verbrand had. En ik heb hem twee keer verbrand. Eén voordat de piercing werd gezet en één keer nadat de piercing werd gezet. Dus dat doet nog wel zeer, dat verbranden, ja. Maar ja, komt ook wel weer goed. Wat ik verder ga doen, dat is weer filmpjes uitzoeken van vorige week, weekend en de week. En dan komt het allemaal weer goed. Ja! Hé? Wat jou hè? Hoi, meisje. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ik weet nou niet zoveel te zeggen, maar het doet wel met een glimlach, doe ik ook. Ja, en dat gaat altijd gewoon door. En het komt allemaal wel goed. Enkel, ja, morgen. Ik kreeg vandaag al geen zeer leuk bezoek. Nee, want die had vandaag vrij, Jack. Morgen komt mijn vrouwelijke begeleidster niet, Sandra. Want die heeft ook weer wat. Ja, die gaf me vanochtend ook al een appje. Even koekeloeren. Hoi, ik ben gisteren gevallen en heb verrekte kniebanden. Mijn been is dik en ik kan niet lopen. Ik kom morgen dus niet bij je. Nou ja. Kijk, dat bedoel ik. Ik heb niks aan die lui. Het zijn meer je vrienden dan wat anders. Dan dat ze je helpen met dingen, ja. Hè, wat je zelf niet voor elkaar kan krijgen. Dus, maar ja, oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, ik spreek jullie straks alweer of zo, ja. Ik moet sowieso kijken naar een nieuwe mayo. Ja, en panties moet ik hebben. En dan komt dat ook wel weer voor elkaar. En ik wil even naar Big Bazaar, naar Halloween spulletjes kijken. Ik heb het wel gevonden, wat ik al gezegd. Ik zal even laten zien wat we hebben. Nou. Miss Pokey. Die moet opgeblazen worden. Ja, die wordt opgeblazen. Dan, moet ik die even hier aan neerleggen. Dan heb ik. Het zit allemaal in elkaar. Nee, niet vallen. Het zit allemaal een beetje in elkaar. Dat vind ik ook niet zo fijn. Maar ja. Dan heb ik twee van deze apparaten. Er zit een lichtje in, maar dat zal je nou wel denk ik niet zien. Nee, dat zal je nou wel niet zien denk ik. Jawel, een beetje. Maar ja, oké. Daar heb ik er twee van. Ik heb ook nog aan elkaar. Hoe zit dat? Eentje heb geen ogen omdat dat er gewoon afgaat. Nou, twee van die spinnetjes. Met paarse pootjes. Nou, dan kun je die planten zetten. En dan heb ik die andere pompoen. Ik had ook vorig jaar een spinnenweb. Met spinnetjes erin, maar dat is troep. Ja, dat is vreselijk. Dat haal ik ook niet weer. Want dat is gewoon watten. Nou, dat trek je kapot. Dat is niet voor het mee te plezieren. Nou, dat is zonde. Nou ja, dan heb ik die grote spin. Die hadden jullie al gezien. Die komt op mijn booster. Dus ja, waar staat het dan? Oh jee, dat hangt daar, hebben jullie ook al gezien. Van Rip en dan het Bloedcafé.
Nou ja, dat komt ook wel goed. Hé, ja nou, ja. Dat ruik je allemaal. Lieverd. Oké, lieve vrienden, dus jullie weten van ik heb van alles en nog wat te doen. Komt het allemaal goed. Ze zeggen tot later. Doei doei! Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik heb wat boodschappen gedaan en ik heb weer iets van Halloween gekocht. Ten eerste vuilniszakken. Dat heb men ook weer nodig. Ja, en ik heb boven nodig en ik heb beneden nodig. Deze gaat naar boven, want beneden heb ik nog. Alles reinigen. Want die was op. Dat was een ander merk. Ik heb nou bij een andere winkel gekocht. Bij Big Bazaar. Haarlak. Hebben wij vrouwen nodig? Ja, mevrouw. Ik denk ik neem eventjes een pakje tomatensoep mee. Want het lag in de bak van aanbieding. 77 cent. Dus ja, vanavond lekker tomatensoep. En dan dit in de koelkast. Sappie, lekker koud. Lekker in de koelkast. Hou je van te zeuren, schat. Ja, je zeurt. In je wind. Ja, je doet het momenteel niet anders. Zo, wat hebben we nog meer? Dan hebben we een spuitbus voor in de wc. Want die in de wc is bijna op. Dan hebben we batterijen. Kijk, nodig voor de lamp die achter jullie zit. Ja, daar moet een heleboel in. Dan hebben we een nieuwe kam. Ik ga met Halloween, net zoals vorig jaar, weer als heks door de stad. Heb ik vingers gekocht. Ga ik straks even passen. Ja, nou eerst straks, kijk nou wel doen. Ja, waarom ook niet, hè? Moet het wel open willen. Even een schaartje. Zo, even een. Dit is de pink, geloof ik, hè? Dat is dik ervan. Ja, dat is ook de pink. Maar je moet het wel fatsoenlijk willen, hè? Je moet ook nog kunnen rijden, ja. Dit is geloof ik de wijsvinger, dat weet ik toch niet. Ik weet het niet eens, ze zijn allemaal even lang. Geloof ik, ja, ze zijn allemaal even lang, ja. En het is ook nog glow, dus in het donker moeten ze ook nog licht geven. Ha, wordt helemaal lachen. Grappig. Ben we zielig, Frodo? Ben we zo zielig? Ja, dat moet je wel goed doen. Leuke is, je kan ze niet. Ja, zo. Die moet daarom. Wel goed doen. Nou, dan de duimen nog. Hup. Hup, hup, hup. Die om de duimen. Je kan hem nog niet even pakken ook. Precies zo en niet anders. Ha, ha, ha. Ja, dan gaat die weer af. Andersom. Ja, die gaat ook alweer zo wat af.
Kunnen we lachen, joh. Wel leuk. Maar ja, dat gaat allemaal nou weer even af. Hup. Hup. Het zijn toch allemaal één maat, als ik het allemaal goed heb bekeken. Ach ja, nou ja, wel leuk. Wat hebben we nog meer? Die. Ofwel keep out. Een vledermaus. Kaartje hangt er nog aan. Zat denk ik op geen prijs op. Maar dat maakt niet uit, hoeft ook niet. Die komt op mijn windscherm voorop. Komt die. Is toch leuk? Ja. Helemaal geweldig. Kom. Eruit. Zo. Zo. Die komt dus zo op mijn scherm te zitten bovenaan. Ja, dat is wel leuk. Gaan we nog meer in? Dat is mijn gewone normale tas. Even voelen. Ik voel helemaal niks meer. Nou. Van dat terug. Zo, dat was het, lieve vrienden. Ja, dat was het. Nou ja, toch leuk. Het was niet veel hoor. Het kostte niet veel. Nee hoor. Frodo, hou eens op. Zit hij in zijn kap dit te lekken. Hé. Hey. Kun je luisteren, meneer? Luisteren. Je gaat dan niet likken in die kap. Is toch baar, die kat moet ik nog schoonmaken. En dan was het weer niet naar steeds. En dan had vrouwje andere dingen te doen. En morgen heb ik ook andere dingen te doen als het niet regent. Morgen moet ik naar een andere kant van de stad. Ja. Oh ja? Jij weer naar buiten. Nou, doei. Wat was er nou? Wat is er dan? Ja? Je bent een malle hondje. Je bent een malle hondje. Je maakt er een zwijnenstal van. Ja. Een hond. Een hond die aandacht wil. Ja. Hé? Ja. Lekker hè? Oeh, wat lekker hè? Die oogjes zijn vuil. Ja, oogjes zijn vuil. Moet ik schoonmaken. Hé? Ja, meisje. Had jij ook wat te vertellen? Maar oké, lieve vrienden. Ja, ik zou zeggen, hoop. Ik zou zeggen van geniet verder van jullie dag. Ja, ik moet om stoelen en alles heen. Maar dat maakt niet uit. Nee hoor. Ik ga gewoon door met die banaan. Ja toch? Ik zeg, ik ga de troep hier opruimen. En tot later maar weer. Doei doei!